dat je weer kijkt naar ons games. Ik ben Mo. En ik ben Roy. En we hebben hier een cadeau. En we hebben de tas en we kunnen weer naar achter. Woo! En welkom bij een nieuwe aflevering van Andy's Fanbom. In deze serie op alles games openen we jullie fanbom wat je kan sturen naar het adres hier in de beschrijving. We hebben ook een nieuw pakket, dus die gaan we openmaken. Van Rosa die Swiers. Mijn moeder heet ook Swiers van achternaam. En we hebben een pakketje ervan. En er staat hier Roy en Bo. Oh, nou, dat vind ik leuk. Het is dus van ons. Nou, maar heel mooi. Als je nou een leuke brief wil sturen of ook een leuk pakketje, dat kan naar het adres hier in de beschrijving. En dan kom je in een leuke video. Na een leuke video. Ik hoop dat het leuk is. Misschien vind je allemaal echt stom. Waarom je? Oh! Wow! Star Wars! Star Wars! Kijk! Oh, mijn star. Wat is dat? Dat zijn servetjes van de kruidvat. Kijk! En dat zijn... Kijk! Dat zijn... Oh! Nou, dat begint leuk. Is dit voor onze verjaardag? Je wilt zeker de tissuebox houden. Tissuebox! Oh, mijn reactie was echt priceless volgens mij. Oh my god. Dit is zo leuk. Dit zijn dus gewoon servetjes met stormtroopers erop. Super leuk. Super gaaf. Heel leuk. Zo, mijn reactie was echt blij. Oh. Kijk dit nou, keukenpapier. Bo is een beetje gek van Star Wars. Dus daarop. Ja, ze heeft het nu ook aan. En het hangt aan de muur. En hier. Overal. Ja. Overal. Okay. Nou, we hebben allemaal pakketjes. Oh jee. Allemaal leuke cadeautjes. Ik voel tissues. Voel je tissues? Zijn ze ook van Star Wars? Chewbacca! Yoda! Een stormtrooper! R2-D2! Kijk nou! Allemaal tissues! Oh, die gaan echt in mijn tas mee elke keer. Geweldig. Oh, wat heerlijk dit, jongens. Oh mijn god, ik heb een kleurkaars. Echt? Oh my god. Oeh, dat is ook heerlijk. Je krijgt gewoon een geurkaart voor. Dankjewel. Oh, superleuk. Dit is echt het leukste ooit. Omdat we cadeautjes krijgen. Het is Star Wars en een geurkaars. Ja, dat is inderdaad. Nog meer cadeautjes. Oh, nu ben ik echt benieuwd. Ik hou het niet meer. Zou het er nog één zijn? Oh my god. Het zijn bananen. Oh my god. Oh, ik heb zo'n boom. Yay! Ik heb ook weer. Oh, ik heb ook dingetjes. Een boos banaan. Oh, wat leuk. Boos bananen. Oh, ik heb ook alle Star Wars dingen. Oh, superleuk. Het is net kerst. Nee, dit is echt kerst. We hebben nog een pakketje. Is dit een tampon? Oh nee. Dat zijn snoepjes. Oh. Bo dacht dat dit een tampon was. We hebben hier een brief voor Bo. Ik denk dat die voor jou is, van Nes Roze. Of is die voor Chantal misschien? Enjoy your gift. Is het serieus gewoon een echt gekocht in een echt gift shop? Oh nee, wat zou het zijn? You and me, Kitty. Oh. You and me lampje. En ik heb... I love my kat. Oh, kijk nou wat leuk. Dit is zo leuk. Een zaklamp sleutelhanger. Oh, die gaat aan mijn sleutelhanger, ja. Heel erg leuk. Wat poepig. Heel poepig dit. Oh, Bob, we hebben nog één klein cadeautje. Oh jee. Zou dit een nieuwe pen zijn? Star Wars. Of zou dit een nieuwe briefopener van Star Wars zijn? Oh. Een laserzwaard. Nou, dat ga ik er aan bedanken. We hebben een beetje vertraging, want het zit zo ontiegelijk goed vast. Dat is op zich goed, maar... Weet je nog ineens wat het is? Ja, Bo, het is een... Eyeliner. Het is een eyeliner pen. Oh, wat lief. Heel leuk. Er zit een stukje papier aan. En we hebben hier ook nog elastiekjes. Voor Chantal. Nou, vooruit. Voor deze leuke fandom moet Chantal even op vooruit. Komen, hallo jongens, hoi. Chantal hier. Ik ben heel lang op vakantie geweest. En dat was naar Florida. De Florida, Bo. Het was hartstikke leuk. Ah. Heel leuk. Ik heb gehoord dat jij nou Star Wars ondergoed had. Ik bedoel, PC-rollen toch? Ja, dat is niet te geloven. Jij gaat gewoon met een stormtrooper je reet vegen, toch? Wat leuk, ik ben jaloers. Stiekem ga ik deze even jatten zo hoor. Maar dat weet ze niet. Kijk, ik heb, weet je wat Roy heeft gekregen? Nee. Hij heeft allemaal van deze pakketjes gekregen. Ah. Er zit allemaal ook van die stormtrooper papier in. En dit is gewoon wc-rol on the go. Je kan het gewoon meenemen en je kont afvegen. Je kan ook even je stotterbel vegen. Wat? Je stotterbellen. Heb ik stotterbel? Nee. Oh, ja, ik snap hem hoor. Of heb je een vieze neus? Het is winter en dan krijg je zo'n loopneus. Hoor je iedereen in de bus en in de... Als je een toets hebt hoor je... Ja, dat is heel vervelend hoor. Had ik vroeger ook in de klas. Ja, nu heb ik geen klas meer. Ik zit altijd maar thuis. Oh. Maar het was hartstikke leuk in Florida. Heel leuk. En jongens, ik moet jullie wat vertellen.
Ik ben ook naar Disneyland geweest! Ja, leuk hoor! Dan kon je samen met de prinsesjes gaan. Ja, en kijk, ik heb toen dit gekocht. Kijk, ik heb toen een heel mooi poster gekocht van de Small World. Ik dacht, dan zijn we allemaal even bij elkaar. En we hebben ook nog een gelukkig nieuwjaar. En een gelukkig en gezellig en superleuk gamejaar. Oh, wat lief! Van wie was dat nou? Van Rosalie. Oh, er zit geen kaart bij voor Chantal. Nee, maar wel voor Roy. Nou, Roy is nu toch op de wc. Hij zit even een drol te draaien. Dus dan gaan we even deze openmaken hoor, ja. Super feestje. Gefeliciteerd, hoera. Oh, wat leuk. Ja, Roy was jarig laatst, hè. Oh, ja, ja, ja. Die oude brok. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Roy. Nog een gelukkig superleuke gamejaar. Rosalie, waar is Chantal nou? Chantal is niet interessant. Wil je me te maken met mijn vuist? Op mijn hand? Wil je met deze te maken hebben? Nee hoor, stop die maar in je reet. Als ik lach, ga ik even weer kijken. Oh my god. Weg met Chantal. Auw! Nou, Rosalie, echt super bedankt. Ik vind het echt schitterend. Een hele leuke fanmail. Maar wow. Er zit geen brief bij. Nee, dat niet. Ook geen logo en woorden van Altis Games. Maar wel Star Wars. Wel Star Wars. Een hele leuke femmel. Ja. Super bedankt Rosalie. Als je nou ook een leuk pakketje wil sturen en ook een leuk cadeautje naar ons bijvoorbeeld. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan je dan sturen in een pakketje bijvoorbeeld. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een brief sturen. En die gaan wij nu openmaken. Want de pakketjes zijn nu op. Ja. Dus we gaan nu door weer naar de brieven. En we gaan schrijven. We gaan schrijven naar Lopik. Waar de hel is Lopik? Ik nou. Always. Een always. Oh, wat mooi! Oh, die is mooi. Yugi Mortal. Dit is van 11 maart. Nee! 2015. Nee, dat is bijna een jaar. Maar hij is wel echt schitterend getekend. Heel mooi. Heel mooi, zeg. En dan hebben we hier ook nog een andere tekening. Oh, weer. Oh, weet je wie dat is? Yami. Weet je nog van wat het is? Van Yu-Gi-Oh! Echt? Van vroeger, dat is van een anime op tv. Ja, oh, en dan hebben we hier de brief van Leonie. Super bedankt Leonie natuurlijk voor jouw fanmail en mooie tekeningen. En ze had nog een vraag hoe de Universal Studios in Orlando zijn. En girl, die zijn prachtig. Ik hoorde net dat Chantal er ook heen was. Ja, Chantal is er ook geweest. Zij vond het heel leuk en ik vond het ook heel leuk. Het is echt de moeite waard om erin te gaan. Ik zou er ook heel graag heen willen gaan. Het is wel heel duur helaas, dat is het enige jammer. Maar... Oh, jammer. We gaan door naar de volgende brief. En dat is van de Belastingdienst. Nah. Het is serieus van Rijkswaterstaat. Dus, nou, wil je maar dokken? Dit is de rekening van Roy en Bo. En we gaan nu de brief openen. En er zit heel wat in. Het ziet er heel cool uit. Oh, wow. Het is weer gesield hoor. Het is weer gesield, jongens. Dus dat betekent dat het zo is geplastificeerd. Er zit Agario, Aldous Games, Stranded Deep. Allemaal andere leuke series die wij hebben gehad op Aldous Games. En Bo natuurlijk. We hebben hier een getekende Bo Beljaars. En zelf ook nog getekende Roy van Drunen. En we hebben hier de fanmail van Camille. Oh, dit ben ik met Camille. Het is van Dionne. En hier zie je een foto van haar met haar paard Camille, denk ik. Oh, wat leuk. Het is gemaakt op november 2015. Dat kan heel erg door de beugel. Dat kan echt door de beugel, door de riem. Dus dat gaan wij snel eventjes lezen. Nou, deze fanmail kwam helemaal uit Zuid-Limburg. Zo, hé. Hey. Hartstikke leuk. Dionne, super dank voor jouw fanmail. En dan gaan we nu door naar de volgende fanmail. En dat is dan weer de ene laatste, jongens. Oh, nee. Oh, nee. En hij is helemaal open en er zit bloem in. Loempjes, jongens. We gaan weer bloem dragen. Ik voel dat we vandaag gewoon weer bloem te dragen, ja. En daar komt het pretpakket, hoor. Oh, ik zie een logo, jongens. We gaan schrijven naar... Egmond aan Zee. Nou, is dat even leuk? Daar heb ik wel eens van gehoord. Oh, en dan hebben we hier een brief met een heel leuk logo en andere leuke dingetjes omheen. En er staat hier een beetje mislukt. Nee. Nou, girl of boy, Silva, die helemaal niet mislukt. Nee, inderdaad. We gaan hem eventjes lezen. Nou, super bedankt Silva voor jouw fanmail. En je had nog een vraag met welk programma wij opnemen. En dat is Fraps. Dat was het. Fraps, 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 Prit. En dan gaan we nu door naar de laatste fanmail. Waarom mag ik hem niet pakken, girl? Oké, we pakken deze. We gaan door naar de laatste fanmail voor vandaag. En dat is deze knoeper. En we gaan schrijven naar Hoger Heren. Nooit van gehoord. De Heren in de Hoge. Wat? Geen idee wat ik zeg. En hebben we hier... Een klein schattig briefje. Ja, van Katelijne. Onze grootste fans, zeg. Nou Katelijne, hartstikke bedankt voor je fanmail. Fanmail. Blooper. Nou Katelijne, hartstikke bedankt voor jouw fanmail. Niet. Nou Katelijne, super erg bedankt voor jouw leuke fanmail. En dan was dit alweer het eind. Ja, dit was de aflevering weer voor vandaag met al die fanmail. Dit was het eind van de fanmail. Oh. Ah.
Nou jongens, ik ga de tent dicht sluiten. Dus dit was de video. Dit is het einde. Bedankt voor het kijken voor deze video. Als je het een leuke video vond, doe dan een duimpje omhoog op deze video. En als je ook van me wilt sturen, het adres daarvoor zal hier in de beschrijving staan. En dan zien we de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Bye bye. Doei. Turken. Turken. Reed naar beneden. Oh, mijn kont. Ik ga mijn kont zien. Oh. Kont primeur.